Nog even en dan gaan we beginnen hier aan de wedstrijd in de Volkswagen Arena. Hallo allemaal. En ook bij deze wedstrijd wordt het commentaar geleverd door Jeroen Guter, mijn collega, en ondergetekende Siert de Vos. We gaan weer ons stinkende best voor je doen. Maar we hopen dat de voetballers dat ook doen. Jeroen, ik heb er zin in. Siert, dit is een ontmoeting om van te watertanden. Dit wordt volgens mij echt een geweldige wedstrijd. Laat de bal maar rollen. Vandaag is door de coach gekozen voor deze opstelling. Vandaag is door de coach van Fortuna Sittard gekozen voor deze spelers. Ja, als ik uit mijn ervaring put, dan staat zo'n 4-5-1 bijna altijd garant voor een 0-0. Alleen heb je nu twee aanvallende middenvelders achter de spits. En deze variant zou in de praktijk misschien net iets minder behoudend kunnen zijn. Fortuna won in 1957 voor het eerst het Nederlandse bekertoernooi. Ze wonnen in de finale van Feyenoord. In 1964 namen ze opnieuw de beker mee naar huis. Ditmaal ten koste van ADO. Ja, maar in die tijd heette de club natuurlijk nog Fortuna 54. Dat was nog voor de fusie dus met Sittardia. De bal is voor Fortuna. Vitolo. Shane Long. In de loop gegeven. Het ziet er veelbelovend uit. En de bal gaat naar de tegenstander. Wat gaat hij nu doen? Dit moet een doelpunt worden. Voorzet bij de tweede paal. Ah, net iets te vroeg gelopen daar. Nou, het is dan maar een heel klein stukje buitenspel hoor. Zonde van die kans. De bal afgezet. De aanval van Fortuna Sittard hoeft niet te worden onderbroken. Alessandro Schöpf. Goed gereageerd zeg. En daarmee heeft hij die paas onderschept. Is alweer een kans om te scoren. Ja hoor, en zit. Het openingsdoelpunt valt al vroeg in de wedstrijd. Het begint natuurlijk allemaal met een efficiënte actie, niets op af te dingen. Dan is het voor de doelpuntmaker een koud kuntje. Hij krijgt alle tijd en ruimte daar in het 16 meter gebied en kan de bal dan nonchalant langs de doelman knikken. De score is geopend. Het is 1-0. Wow. Ik word er gekopt. Zo mooi, zo mooi. Briljant hoe hij zijn tegenstander uitspeelt. En dan kan de bal naar de doelman voor een doeltrap. En met dit doelpunt kwamen ze op een voorsprong. Ja, deze had de doelman toch kunnen hebben, zou je zeggen. Kopbal is weliswaar naar beneden, maar dwars door het midden. Bal gaat over de vleugel.
En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Die bal belandt achter het doel en dus krijgen we een doeltrap. Marcos Llorente. Alessandro Schöpf. Mooi trucje zeg. Circus koekoek. Dit is smullen. En nog effectief ook. Langer balbezit nu. En dan goed opletten of er ergens een gaatje valt. Bal wordt via de vleugel gespeeld. De spelers van Fortuna Sittard. Pasen beheerst. Kijk eens hoe makkelijk die bal rondgaat. Gaat een vrije trap nemen op een gevaarlijke positie. Goeie redding. En hij heeft de bal vast. Alle ruimte op de flank. Naar de man bij de tweede paal. Ik denk dat hij deze bal gewoon verkeerd tegen zijn hoofd kreeg. Ja, die bal zeilde ver van het doel af. Toch jammer hoor, van deze mogelijkheid. Francis Coquelin. Zijn pas komt rechtstreeks bij de tegenstander terecht. Ze leveren de bal in. Blijft. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. En er gaat er weer één in. Ach, wat een luxe. Een voorsprong van 2 doelpunten. Dat is toch lekker voetballen? Ja, en nu is toch wel het moment gekomen voor de tegenstander om er ook eens iets tegenover te stellen. Niets aan te merken op deze treffer. Werkelijk onberispelijk gedaan. Hij was er opeens vandoor. En de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie. Heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Marcos Llorente. De bal gaat rond voor het doel van de tegenstander. Op zoek naar die opening. Echt heel handig gedaan. Ja, mooie beweging. Goed afgepakt. Vitolo speelt een hoge steekbal. Vrije trap voor Fortuna Sittard. De scheidsrechter zegt dat dit de laatste waarschuwing is. De volgende keer trekt hij een kaart. Oppassen dus voor deze speler. Van zo'n poging zit het doelman niet echt. Deze doelman droomde er zeker van vroeger spits te worden. Kijk nou waar hij heen gaat. Als hij uithaalt, zit hij. Het spel gaat verder naar die redding. Een fantastisch doelpunt. Daar gaan we even voor staan. Even klappen. Wat is echt een geweldige goal. Alle ogen zijn nu gericht op de doelman en ik begrijp dat wel hoor. Want moet je nou toch kijken hoe de bal uiteindelijk weer bij de tegenstander terugkomt. Ja, die redding had veel beter gemoeten. Had hij veel zorgvuldiger te werk moeten gaan, dan was dit nooit gebeurd. Eén team maakt hier de dienst uit. Het staat 3-0. Francis Coquelin.
En zo is hij de verdediger kwijt. Wat een sublieme beweging. Hij ontsnapt, hij moet scoren. Het gevaar is nog niet geweken. Francis Coquelin. Overtreding door Pepe. Ja, wie anders? Het is een strafschop, dat is één. Maar degene die hem veroorzaakt, dat is twee, komt er genadig vanaf. Geen kaart. Nou, ik had toch op zijn minst verwacht dat hij geel zou krijgen. Schot raakt de paal, terug in het veld. Konrad Laimer. Hele mooie beweging. Het is ballet. En daarmee ook je tegenstander nog voorbij. Hoppa. Francis Coquelin. Wat gaat hij nu doen? Deze tackle loopt goed af. Adnan Januzaj. Voorgegeven op een vrije speler. Uitstekend gedaan, keepertje. Oog in oog met die aanvaller, maar hij pakt de bal. Ja, en daarmee behoedt hij zijn ploeg voor een nederlaag. Dat is zomaar in. Keeper redt en het spel gaat door. Op tijd geanticipeerd om het gevaar te neutraliseren. De bal wordt ingeleverd. De aanval van Fortuna Sittard hoeft niet te worden onderbroken. Francis Coquelin. Alessandro Schöpf. Nee, die overtreding is de arbiter niet ontgaan. Maar Fortuna mag door, voordeel. En met de bal aan de voet de uitbraak. Hij mist al oog in oog met de doelman. Ja, maar waarom nou zo hard? Je kunt hem toch veel beter gericht inschieten? Nog steeds alleen de doelman nog voor zich. Antonio Sanabria. Gefloten. Ja, buitenspel. Antonio Sanabria. Daar gaat het balbezit. Dat is toch genieten van zijn passes vandaag. Daley Blind. Callum Hudson-Odoi. Vrije trap voor Fortuna Sittard. Goed zijn lichaam ervoor gezet. Weer gaan als doelpunt. Marinho. Als een acrobaat, zo weet hij die bal de touwen te jagen. Dit zie je niet vaak hoor. Wat een doelpunt, mensen! Ja, en dieren natuurlijk. Honden, die kijken ook mee. En dan gaat maar net tussen de palen. Binnenkant paal, bedoel ik. Mooi om te zien. En hier, vanuit dit perspectief. We trappen weer af met een stand van 3-1. Die bal weet hij goed onderscheppen, goed opgesteld. Vrije trap voor Fortuna Sittard. Goed weggewerkt die bal. Schot om terug te komen in de wedstrijd.
mogelijkheden voor een counter. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Moet nu een vervolger aangeven. Ja, geweldig. Doelpunt. Oh nee, afgekeurd. Toch geen doelpunt. De vlag ging omhoog. Ja, ik telde hem ook al. Hij legt hem bij de tweede paal. En dat is een mooi doelpunt. Die lijkt er toch in te zitten. Ja, maar buitenspel. Dat is ook het oordeel van de assistent scheidsrechter. Dit doelpunt gaat dus niet door. De eerste helft is gespeeld, geeft de scheidsrechter aan. De stand is 3-1. Deze speler speelt vandaag een hele sterke partij. Als hij zo speelt als vandaag, ja, dan ben je als verdediging van de tegenpartij niet blij. De doelman kon al een keer de bal uit het net vissen, maar deze aanvaller wil meer. De aftrap komt van Fortuna, waarmee de tweede helft is begonnen. Vrije trap voor Fortuna Sittard. Hij zet al vroeg druk. Callum Hudson-Odoi. Hij ging op de doelman af, maar die deed wat goede doelmannen doen in zo'n situatie. Zo zeg, wat een heerlijke redding. Ja, hiermee voorkomt hij in de slotfase een achterstand. Hoekschop in het centrum geplaatst. Juist, de doelman zet zijn vuist tegen die cornerbal. Overtreding, maar hij komt er met een waarschuwing vanaf. Ik denk niet dat de scheidsrechter een volgende keer weer zo coulant zal zijn. Wat een heerlijke vrije trap, zeg. En van zo ver, vanaf de parkeerplaats. Ja, dat scheelt weinig inderdaad. Nou ja, die poging vliegt er bijna in. Aaron Creswell. Fortuna Sittard heeft de bal. Voorgeven dan maar, vanaf de vleugel. Goed geanticipeerd op die bal. Gevaar geweken. Ja, nu kan er een counter komen. En hij komt eruit, met de bal. Leek veilig, maar toch de kans. Ratatatata, hier zit alles in. Een plaatje van een omschakeling. Hup, de brommer start. Springen, tak, 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 tak. Goal! Ah ja, een schitterende goal. Ze profiteren maximaal van hun snelheid en dan slaan ze genadeloos toe. Counteren, dat is een kunst. Er zijn niet veel ploegen die dit beheersen zoals deze ploeg. Kijk eens hoe sneller wordt omgeschakeld. Maar ja, dan moet je hem nog wel langs de keeper zien te koppen. En dat lukt hem hier uitstekend. Hij raakt de bal precies goed. Fraaie goal. We gaan verder met dit duel met een score van 4-1. Hij heeft zijn dag. Hij past nauwkeurig vandaag. Daley Blind. Francis Coquelin. Alessandro Schöpf. Gelukkig voor hem loopt deze sliding goed af. Mogelijkheid voor een snelle uitbraak. Komt er een doelpunt aan? Daar is dan toch het gevaar. Redding, maar de bal blijft in het spel. Nog steeds op weg naar het doel. Adnan Januzaj. Goed verdedigd, dat schot. Vrije trap voor Fortuna Sittard.
En de coach ziet reden om te wisselen. Alessandro Schöpf. Kunnen ze profiteren van deze pass? En weer balbezit na die sterke actie. Een goed uur gespeeld, nog een half uur te gaan. Daar had hij voor kunnen fluiten. Maar heel goed, hij geeft hier voordeel. Een kans om te scoren. Redding, bal nog binnen de lijn. Nee, deze man kan maar beter niet solliciteren bij Circus. Leek helemaal nergens op. Laten we deze actie maar heel snel vergeten, zie het. Ja, oh, er belt net iemand van de Circus. Nee, nee, we hebben niemand voor u. Hij weet te voorkomen dat die paas zijn eindstation bereikt. En nu snel schakelen voor de counter. Doelman ertussen, spel gaat verder. Ja, koekoek! De techniek druipt er vanaf. Een volley met de timing van een Zwitsers uurwerk. Eigenlijk een digitaal doelpunt, een beauty. Ja, we kunnen er niet onderuit dat we ook de rol van de doelman belichten, want die gaat niet echt vrij uit, hè? Hij houdt de bal weliswaar tegen, maar het vervolg is dan zo slecht. Hij moet er ook voor zorgen dat de bal niet op deze manier weer bij een tegenstander terechtkomt. Vijf tegen één. En we voetballen weer verder. Hij rukt verderop. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Geweldig doelpunt, echt. Er zal niemand zijn die de keeper deze tegentreffer aanrekent. Want kijk eens wat een vrije doortocht deze twee spelers krijgen. En dan doen ze dat natuurlijk wel heel slim, hè, met z'n tweeën. We gaan verder spelen. En de stand is 6 tegen 1. Alessandro Schöpf. Bal wordt ingeleverd. Marcos Llorente. Alessandro Schöpf. Francis Coquelin. Fortuna met het offensief. Dit moet een doelpunt worden. In de handschoenen van de keeper. Ik denk dat zijn coach hier de zenuwen van krijgt. De doelman loopt nu wel een heel eind met die bal. Ze vechten om de bal. Van de bal afgezet. Francis Coquelin. En daar is Thomas Lemar. Daley Blind. Alessandro Schöpf. Francis Coquelin. Ik hoop niet dat die tackle een blessure heeft opgeleverd. De aanval van Fortuna Sittard hoeft niet te worden onderbroken. Alessandro Schöpf. Nee, die overtreding is de arbiter niet ontgaan. Maar Fortuna mag door, voordeel. De aanval van Fortuna Sittard. De aanval van Fortuna Sittard. En hij komt eruit met de bal. Nee, hij maakt hem niet. Ach, die doelman, ja, die zit hier in complot. Wat een redding. Ja, gewoon knap gedaan. Gewoon heel knap gedaan.
En hij heeft hem nog klem vast ook, hè? Er gaat vers bloed ingebracht worden. Hoekschop in het centrum geplaatst. Hij kopt hem over. Nou ja, en dat scheelt helemaal niet veel. Nee, zeker niet. Met iets meer geluk gaat die bal onder in plaats van over de lat. Bal over de achterlijn, dat is een hoekschop. Hij maakt de 90 minuten vandaag niet vol. En de supporters lijken daar niet bepaald te rouwig om. Ja, vind je het gek? Hij heeft ronduit belabberd gepresteerd vandaag. En dan is het volkomen logisch dat je eraf wordt gehaald. De bal komt voor het doel. Deze doelman droomde er zeker van vroeger spits te worden. Kijk nou waar hij heen gaat. Ja, zonder doelman is het nog geen score natuurlijk. Die zit! Nou, ze dachten er niet aan hem te denken, want hij is immers een keeper. Maar ja, dat hadden ze beter wel kunnen doen. Ja, ik denk niet dat ze dit hadden zien aankomen. De voorsprong is nog groter geworden en gezien de stand en de tijd is deze wedstrijd wel gespeeld. Nog 10 minuten in de reguliere speeltijd. Daar gaat het balbezit. Een kans om te scoren. Daar is dan toch het gevaar. Het had het doelpunt kunnen worden, maar het wordt een doeltrap. Deze speler heeft deze wedstrijd in aanvallend opzicht nog niet laten zien waartoe hij in staat is. Hij schiet veel te weinig op doel. En uiteindelijk wordt toch op hem gerekend om iets aan deze achterstand te doen. Bennett. De bal wordt ingeleverd. Is alweer even aan de bal. Die doelman die duikt en die bal die redt. In het midden van de 16. Zijn bedoeling was natuurlijk die bal over te spelen. Uitbal. Sterk verdedigd, maar wel ten koste van een inworp. Daley Blind. Goed breed gemaakt daar. Carlos Tevez. Hij schermt hem af. Tevez. Fortuna met het offensief. Alleen de doelman nog voor zich. En die bal vliegt binnen. Gelukkig gooien ze de handdoek niet in de ring en weten ze toch nog te scoren. Bij dit doelpunt gaat een heleboel goed en toch ook een heleboel niet goed. Eerst maar eens die Pasha, die is perfect. Helemaal op maat. Wat een mooie actie zeg van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Konrad Laimer. Ja, dit zou wel eens gevaarlijk kunnen worden.
Als hij uithaalt, zit hij. Wat een mooi doelpunt. Dit is wat je in jargon een gouden wissel noemt. Prachtig om te zien. Die grijns op zijn gezicht. Het begint natuurlijk allemaal met een efficiënte actie. Niets op af te dingen. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie. Heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Alessandro Schöpf. Carlos Tevez. Hij rukt verder op. Dat is gevaarlijk hoor, om hier een sluiting te maken. Die bal moet weg, keeper. En de doelman gaat op avontuur. Spectaculair dit, maar ook heel gevaarlijk. Goed op afstand gehouden. Een succesvolle actie van die speler. De bal is voor hem. Thomas Lemar. De pas lijkt nergens op. Hij levert de bal zo in. De wedstrijd zit erop. Het Duits publiek juicht. Want de zege in eigen stadion is een feit. Nou, dit was nog eens ouderwets klit, klat, kladderum. Ze hebben de tegenstander alle hoeken van het veld laten zien. Deze zege is zo duidelijk als wat. Hij heeft vandaag een topprestatie geleverd. Wat onmiskenbaar heeft bijgedragen aan de overwinning. Ik vond hem heel sterk vandaag. Hij maakte 2 goals en ja, dan heb je natuurlijk een cruciaal effect op de uitslag.